ben Dennis Soortman, student van Saxion aan Small Business and Retail Management. En ik heb vandaag de Levende Etalagedag georganiseerd. We hebben een unieke samenwerking gecreëerd tussen Deventer winkeliers en het Deventer kunstcircuit. Op zo'n manier dat ze in de etalages theater, kunst, uitingen kunnen doen. Om op zo'n manier interactie met het publiek te creëren. We hopen hiermee te bereiken dat eigenlijk de verschillende straten hier in de binnenstad en de verschillende winkels wat meer promotie krijgen. Dus we leggen echt een beetje de nadruk op de winkels waar de etalages plaatsvinden. Je zit natuurlijk een beetje in de crisistijd. Alle winkeliers merken minder bezoeksaantallen, omzetdaling. Dus op zo'n manier willen we een beetje aandacht vestigen op die winkels. Om zo op een unieke manier een daglicht te zetten eigenlijk. Dit is, moet je zien als aflevering 0, eigenlijk een try-out. Wij hebben zowel vanuit de winkeliers als vanuit het lokale amateur kunstcircuit een enorme belangstelling, hoger dan verwacht. Dus wat dat betreft geeft het de burger moed. Het is nu ook allemaal heel leuk en gezellig. Dus eigenlijk reden te meer om er structureel evenement van te maken. Deventer wil ook zichzelf positioneren als een boeiende beleefstad. En dat proberen we hiermee ook na te streven. Ja. Maar je kan ook heel lang stil gaan staan en dan denken mensen, is die nou echt of is die nou nep? Is die nou echt of is die nou nep? En dan opeens, dan begin ik gewoon te bewegen en dan zie ik ze. Je krijgt heel veel leuke reacties. Iedereen gaat lachen om je en die reageert heel enthousiast. We hebben al heel wat klanten die hier voor binnenkomen. Dus, en ik heb net echt iemand laten schrikken. Die had echt zoiets van wow.